Goedenavond, broeders en zusters. We zullen vanavond opnieuw gaan luisteren naar de geschiedenis van Jozef. Niet alleen maar het verhaal van een, wat ik wel eens gezegd heb, een vrome jongen die ondanks alles wat hij meemaakt toch zijn geloof blijft bewaren. Dat ook, dat zeker ook. Maar ook als een profetisch boek, als een profetische geschiedenis die 1700 jaar voor Christus, dus een hele tijd, waar zijn licht werpt op de komst van de Zoon van God op aarde en wat er gebeurd is met de Heer Jezus en wat er nog zal gebeuren met de Heer Jezus en met zijn volk. Voordat we vanavond naar de derde aflevering gaan luisteren, wil ik samen met u bidden om een zegen. Heere God in de hemel, uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Heer, we zijn ons bewust dat we vanuit onszelf niet in staat zijn om uw boodschap op een goede wijze door te geven, dat we daardoor de kracht en de wijsheid van uw geest nodig hebben. Maar als we ons daaraan toevertrouwen, dan bemerken we ook dat u telkens weer nieuwe dingen aan ons duidelijk maakt. Zoals uw zoon ook zei, dat we schriftgeleerden mogen zijn die uit de schat van het woord telkens nieuwe dingen naar boven haalt, zodat zoals iemand uit zijn kelder telkens nieuwe dingen naar boven haalt. Wilt u dat vanavond ook geven aan ons? Als we bekende en misschien onbekende dingen gaan horen, wilt u dat we ons mogen verwonderen over de waarheid van uw woord. Uw woord wat niet is uitgeblust, wat niet gedoofd is in de geschiedenis, maar wat nog steeds doorspreekt. U heeft niet alleen het eerste, maar ook het laatste woord en alle woorden daartussen. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u het einde van hoofdstuk 41. Toen de hongersnood nu over de hele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. Dat is de situatie. De hele wereld, zeg maar, uit die tijd komt naar Egypte om bij Jozef hulp te vinden. Om gered te worden van de hongersnood, van de dood. De honger is zwaar, ook in het land Kanaan. En mensen weten dat daar in Egypte redding te vinden is. Alleen zijn eigen broers weten het nog niet zo goed. Jacob heeft gehoord, staat er, dat er koren is in Egypte. En hij zegt tegen zijn zonen, wat staan jullie hier elkaar aan te kijken? Wat staan jullie elkaar aan te gapen? Doe wat. Kom, ga op weg. Wat je opvalt aan het begin van dit hoofdstuk, hoofdstuk 42, is de besluiteloosheid van de broers van Jozef. Jacob verwijt hen dat ze elkaar maar een beetje aanstaan te kijken. Misschien zou je kunnen zeggen dat deze woorden in zekere zin ook de stemming weergeven van het huidige Israël voor de komende ontmoeting met haar koning, met haar Messias. Juda is inmiddels teruggekeerd, staat er niet met zoveel woorden, maar dat kun je uit de tekst opmaken. Juda is teruggekeerd uit de diaspora, en zo is het nu ook. Het Joodse volk keert terug, het is meer dan het 2000 jaar geweest is. Het is ook allemaal mooi, de woestijn bloeit als een roos en het belooft ook veel, maar toch zijn daar de tijden die moeilijk en zwaar zijn. En men weet ook eigenlijk niet precies wat men moet doen. Wat men moet doen om een werkelijke vrede te bewerkstelligen. Men proeft ook wel dat het zo niet kan blijven, dat alles nog niet volkomen is. Maar wie doorbreekt de impasse? En Israël weet, dat kan alleen de Messias doen. Het belangrijkste gegeven van de eerste ontmoeting met Jozef is dat zij hem niet herkennen en hij hem wel. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? De Arameese vertaling en toelichting op de Hebreeuwse Bijbel die in de synagoge gelezen wordt, die verklaart het zo. Die zegt, toen Jozef verkocht werd, toen was er nog een jonge man, toen had hij nog een glad gezicht en nu is hij inmiddels wat ouder geworden en nu heeft hij een baard. En toen hadden zijn broers ook al een baard en daarom herkent hij hem wel, maar zij hem niet. Maar het is wel een leuk gevonden oplossing, maar ik weet niet of dat zo is. Of Jozef inderdaad werkelijk een baard had toen ze hem ontmoeten. En er blijft ook wat aan de oppervlakte steken. Je zou kunnen zeggen dat de oorzaak bij de broers zelf ligt. Zij verwachten natuurlijk ook helemaal niet, dat begrijpt iedereen, dat zij hem daar in Egypte in het paleis van de farao zullen aantreffen in hun eigen paleis. Ze verwachten veel eerder dat hij dood is.
een midrash die zegt dat ze zich verdeeld hebben. Misschien is dat ook een verklaring waarom Jozef straks zal zeggen, jullie zijn verspieders. Ze hebben zich verdeeld over het land en zijn overal gaan zoeken. En waar ze niet op het laatst zijn gaan zoeken is in de rosse buurt, omdat Jozef schoon van aangezicht en uiterlijk was en van gestalte was. Hoe dan ook, als wij in de geschiedenis van Jozef een profetie mogen zien, is dat de diepste een van de redenen waarom het nog niet gekomen is tot een openlijke ontmoeting tussen Israël en Jezus en haar Messias. Men heeft een heel ander beeld van hem. Heel ander beeld ook doorgegeven. Hoe kan die de verhoogde zijn? Hij is weg. Hij is ooit gebonden, uitgeleverd, gevangen genomen, door de Romeinen geëxecuteerd, gekruisigd. Hij is een meesterdromer geweest, zoals er zoveel waren wiens dromen vervlogen zijn. Maar het is niet de enige reden. Jozef zelf, die zegt op het moment dat de broers zich aandienen, ogenblikkelijk zijn dromen herinnert, als ze voor hem knielen, spreekt hem bits aan. En hij doet alsof hij een vreemde voor hen is. Hoofdstuk 42, vers 6. Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen ze zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hem was. Hij sprak hem bits aan en zei tot hem, van waar komt gij? En ze zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zei tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Met andere woorden, blijkbaar wordt de bedekking van hoger hand in stand gehouden. Volgens Paulus is dat ook een aspect van de bedekking die op Israël ligt. In Romeinen 11 schrijft hij over dit geheimenis. God gaf hen een geest van diepe slaap. Ogen die niet zien en oren die niet horen tot op de dag van heden. En hij schrijft erbij dat dat niet zomaar is. Dat dat geen incident is. Maar dat God daar een bedoeling bij heeft. Dat God daar de hand in heeft. Omdat hij wil dat de wereld zo spoedig mogelijk kennis krijgt van het evangelie. Maar er is nog een reden. Jozef ziet er niet meer uit als een Hebreër. Hij staat voor zijn broers. Hij zit voor zijn broers op de troon in de gestalte van een Egyptenaar. Niet alleen door zijn kleding die bij zijn hoge ambt past. Maar is onherkenbaar geworden. Hij draagt een ander kapsel, hij draagt een pruik, hij is geschoren, hij heeft make-up. U kent die beelden van de oude Egyptenaren wel. En hij heeft een andere naam. En misschien spreekt hij ook, terwijl ze erbij staan, een andere taal, Egyptisch. Je zou kunnen zeggen, hier stuiten wij op de schuld van de kerk uit de volken. Jezus is geworden tot iemand uit onze westerse cultuur. We hebben hem geannexeerd. We hebben hem afgebeeld in beelden en op schilderijen, tot in de illustraties van onze kinderbijbels toe, als iemand die niet meer herkenbaar is uit het volk van Israël. We hebben zijn slaaplokken, zijn pijes hebben we afgeschoren. We hebben zijn gebedskneed opgevouwen en ergens anders neergelegd. Hij is helemaal losgemaakt uit de traditie waar hij deel van uitmaakt. Het is niet in de eerste plaats meer een Jood. En dat is nog maar de buitenkant. Het is misschien nog veel ernstiger wat daarmee te maken heeft. En dat zal ook de reden zijn waarom al die attributen, als ik het zo mag zeggen, zijn weggelaten. Is dat we in de theologie in het denken over hem die Joodse kant hebben weggesneden. We hebben gezegd, ja, dat was nationaal. Dat was iets wat de Joden toen dachten, dat de Messias, als hij zou komen, dat hij het volk zou bevrijden van al hun verdrukkers en dat hij de kinderen van Israël zou verzamelen uit de wereld. Maar dat is Oude Testament, dat is oud, dat is anders geworden, dat heeft God veranderd. Terwijl, ja, laten we eerlijk wezen, als Zacharias daarover zingt en als Maria daarover zingt, dan doen ze dat omdat ze vol zijn van de Heilige Geest en niet omdat ze het verkeerd begrepen hebben. Maar die kant van de Heer Jezus,
Er is een periode geweest in de kerkgeschiedenis dat we hadden gedacht van nou ja, je moet in Jezus geloven, wie dat dan ook is, God en mens. En dat is wel voldoende om dat zo te zeggen. En als je dan gelooft, ga je voor eeuwig naar de hemel. Jeruzalem, het aardse van het heil en dat Jezus een geboren Jood is en dat hij nog steeds de koning der Joden is. Dat hij in het boek Openbaring in de hemel wordt aangesproken als de leeuw uit de stam van Juda. Dat is geen archaïsme, dat is niet iets van vroeger, maar dat is een werkelijkheid van vandaag. En dat hebben we van hem afgenomen. En dat is een van de redenen ook waarom die zo moeilijk door het Joodse volk te herkennen is. Ik zeg wel eens, voordat mensen gaan evangeliseren, ik zeg trouwens, begin eerst bij je eigen straat en bij je eigen dorp, maar ga alsjeblieft in de leer, ga alsjeblieft studeren, ga alsjeblieft, want als we in het gesprek met Israël Jezus brengen als de Jezus van de christelijke traditie, dan is het niet meer dan logisch en ook terecht, moet ik zeggen, dat Israël hem niet herkent. Jozef herkent ze, maar zij Jozef niet. Hij gedraagt zich nooit. Jullie zijn verspieders. Jullie zijn komen kijken waar het land het zwakst is. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Waar het land het sterkst is, dat is Jozef. Egypte valt of staat met Jozef. Daar is iedereen het over eens. Dat is de dubbele bodem ook van zijn woorden. 3 dagen zitten ze in de gevangenis. En dan laat hij Simeon binden. Wie anders zou ik bijna zeggen. Simeon, als je ouder geworden bent, dan zal iemand anders je gorden en brengen waar je niet bent, waar je niet heen wilt, zegt Jezus tegen zijn discipel. En de oude Simeon, als je dat maar zo mag zeggen, die de vertroosting van Jeruzalem verwachtte, die daar bij de tempel is en het kindje de Heer Jezus in zijn armen neemt, die zegt letterlijk, nu laat gij despoot, nu laat gij heerser, uw knecht, uw slaaf, uw doulos los. Hij laat Simeon binden en de rest mag naar huis. Jozef geeft ze alles mee, er staat zelfs eten voor onderweg. Maar ze moeten met Benjamin terugkomen. Als ze thuiskomen doen ze de zakken open en vinden hun geld bovenin. Alle moed zinkt hen in de schoenen, ja zelfs eerder. We lezen in vers 28 van hoofdstuk 32. Toen hij zijn zak opende om in het nachtverblijf zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld en zie het lag boven in zijn zak. Hij zei tot zijn broers, mijn geld is teruggegeven, zie maar, het ligt in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed en ze wenden zich bevende tot elkander en zeiden, wat heeft God ons nu aangedaan? In het tweede jaar, als de hongersnood heel erg sterk is, gaan ze opnieuw na veel aarzelen en talmen terug. Ze zijn bang. Jacob wilde ook eigenlijk niet dat ze Benjamin meenamen. Hij had gezegd, jullie beroven me van mijn kinderen. Weet hij het dus? Zwijgt hij er alleen over? Ruben die komt naar voren, de oudste, die komt met het voorstel, als we hem niet levend terugbrengen, dan mag u 2 van mijn zonen doden. Ja, alsof Jacob er iets mee opschiet als hij zijn kleinkinderen mag afslachten. Maar dan komt Juda naar voren. En Juda zegt, ik stel mij borg voor de jongen. Ik stel mij borg voor de jongen. Van mijn hand moogt gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng en voor u stel, dan moge ik te alle tijden tegenover u als een schuldige staan. En ik ben ervan overtuigd dat Jacob weet, als Juda zo reageert, dat dan de angel eruit is. En als Juda dat zegt, dan geeft hij Benjamin mee. Met allemaal geschenken die ze nog hebben, om zo met Benjamin Jozef tegemoet te gaan. En als ze bij Jozef komen, is het eerste wat ze in het paleis tegen de huisbestuurder van Jozef huis zeggen, dat ze het geld gevonden hebben in hun zakken. Maar die huisbestuurder die reageert met een glimlach. Nou, dat geld hebben we gekregen. Daar zal uw God dan wel voor gezorgd hebben. En verbaasd lopen ze door. Wat is hier aan de hand?
De traditionele profetenlezing bij het begin van hoofdstuk 42 is Jesaja 55 vers 1. O alle gij dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. De broers moeten leren dat hun redding, dat hun behoud komt, zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. En dat is lastig. Dat werkt verwondering, dat werkt zelfs achterdocht. Want ze denken dat ze erin geluisterd worden. Dat Jozef ze straks uitnodigt in de grote zaal en dat daar geen gerechten op tafel staan. Maar dat daar soldaten klaarstaan, knechten van Jozef, om hen gelijk in de gevangenis te gooien bij Simeon. Tja. Maar het is ook een lastige voor ons, merk ik wel. Wat is het lastig om in je eigen leven eraan toe te geven dat je redding en je behoud volledig op rekening komt van God. Dat het uit hem en door hem en tot hem is. Dat het pure ontferming is. Paulus zegt aan het einde van de Romeinenbrief: wie heeft hem ooit iets gegeven waarvoor hij iets terug zou moeten geven? Het gaat er niet om, zegt hij in Romeinen 9, of iemand loopt of iemand wil. Maar het gaat om God die zich ontfermt. Hij zegt, het geloof zelfs is een gave van God, opdat niemand roemen. Nou, die volkomen ontferming en die volkomen genade, het is zo lastig om daar aan toe te geven. In de vroege kerk, en later zet zich dat door, in de middeleeuwen ontspoort dat helemaal. Zeggen de mensen, ja, maar het gaat er natuurlijk wel om dat je eerst iets goeds doet. Dat je je van je goede kant laat zien, dat je je goede werken doet. En sommige mensen hebben zoveel goede werken gedaan dat ze die over hebben en die kun je dan tegen een prijsje kopen. In die zin is zelfs Sint-Pieter daarmee betaald en is het uit de spoor gelopen. Ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is om goede werken te doen, maar dat drijft je behoud op geen enkele manier op. En dat heeft de reformatie begrepen. En hij heeft gezegd, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Het duurde maar even of het drong toch weer binnen. Welke drie dingen zijn nodig om in dit geloof godzaliglijk te leven en te sterven? Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En we weten in de kerkgeschiedenis hoe dat verder gegaan is. Hoe mensen naar zichzelf gaan kijken. Hoe dat geloof helemaal, als het ware, in zichzelf teruggeslagen is en hoe mensen op een gegeven moment erin verward geraakt zijn. Hoeveel ellende moet ik dan kennen en waar moet ik dan zijn en welke weg moet ik hebben afgelopen zodat ik met zekerheid kan zeggen dat ik een genade God vind. Ja. Eigenlijk betekent dat gewoon, al zullen mensen dat zo niet bedoelen, dat je het anker van je behoud en van je hoop gewoon weer in je eigen schip uitgooit. Ja, daar kwam een reactie op natuurlijk. Daar kwam een reactie op. En vervolgens kwam de evangelische beweging. En dan neem ik een hele grote sprong. De evangelische beweging, die heeft er allemaal niet zoveel last van. Om te vragen, heb ik wel een genade God? Maar die zegt, nee, je moet als een discipel leven. Je moet navolging hebben. Ben je ook gedoopt met de Heilige Geest? Heb je dit, heb je dat, heb je zus, heb je zo? Ja, ik zeg het nou wat oneerbiedig bijna. Maar dat is wel zo natuurlijk. En voordat je het weet, ga je zekerheid toch weer zoeken in je navolging, in je discipelschap. In de bereidheid die je hebt getoond om God lief te hebben en werk voor je geloof te maken. En misschien is de lastigste nog wel, die ik tenminste tegenkom, de lastigste om te uit mensen de handen te slaan, is dat mensen dan met hun geloof komen. Ik heb niks tegen geloof, ik heb ook niks tegen ellendekennis. Ik heb ook niks tegen discipelschap. Ik heb ook niks tegen geloof, maar het geloof is niet de kurk waarop het drijft. Dat zou betekenen dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, maar dat ik met mijn keuze uiteindelijk bepaal of dat werkt of niet. Dat Jezus de deur is en dat ik de sleutel heb. En zolang ik de sleutel niet omdraai, blijft de sleutel dicht. En dan kun je eromheen draaien, maar dat betekent uiteindelijk dat mijn redding dus komt door mezelf. En dat ik in mijzelf, in mijn geloof, in mijn keuze, mijn zekerheid zoek. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Paulus zal zeggen dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof van Christus. Het geloof dat wij hebben
is ons gegeven door de Heilige Geest, is ons neergelegd in het hart. En daar mogen we ons aan toevertrouwen. Dat is ook mijn eigen ervaring. U zult zeggen, ja, zo lang dominee en dan heb je een rotsvast geloof. En mijn geloof, dat glipt uit mijn handen. Ik zeg heel vaak, het is alsof er een ladder in mijn studeerkamer staat en het lukt mij niet om boven te komen. Er is maar één manier waarop ik bij God blijf. En dat is dat hij door zijn woord en door zijn geest en door zijn nabijheid mij te sterk is en mij vasthoudt. De geest bidt voor ons in ons binnenste met onuitsprekelijke zuchtingen. Wij leven uit genade. Ik zeg wel eens, en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, maar om het duidelijk te maken. Als wij later voor de hemelpoort zullen staan, waar wilt u zich dan op beroepen? Op de boeken die je geschreven hebt, op de kerkraad waar je in gezeten hebt, of beroep je je op de genade van God? Op het werk wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Goed. Is wel duidelijk. Opnieuw worden ze door Jozef ontvangen. Dit keer aan een feestmaaltijd. En hij zet ze helemaal op volgorde. Van de geboorte tot de jongste. En ze zien het met verbazing aan. Allemaal krijgen ze eten. Maar Benjamin krijgt 5 keer zoveel. En die anderen zullen toch ook geen droog worstje hebben gekregen. Denk ik zo bij mezelf. En nog heeft Jozef zich niet bekendgemaakt. Ze gaan naar huis en u kent de geschiedenis. Jozef heeft zijn zilveren beker in de zak van Benjamin laten stoppen. En het duurt maar even of de soldaten van Jozef achterhalen de broers en brengen hen terug in het paleis van Jozef. En nog heeft Jozef zich niet bekendgemaakt. Alles staat in het teken van het grote talmen. En dralen. Bij de broers daarnet. Bij Jozef. Bij God. Jozef had zich natuurlijk al veel eerder bekend kunnen maken. Ik heb wel eens gezegd. Als Jozef daar uit de gevangenis was gehaald. En hij was bevorderd tot een van de hoogste ambten. Of tot het hoogste ambt wat mensen maar konden bereiken in Egypte. Dan had Jozef tegen de farao ook kunnen zeggen, ik loop niet weg hoor. Nee, wees maar niet bang. Dat is een gouden kans, letterlijk een gouden kans. Wat denk je? Maar geef me een paar dagen. En als u me niet vertrouwt, geef me een aantal soldaten mee die me in de gaten houden. Maar ik wil nog wat bezoek afleggen in Kanaan. Daar heb ik misschien nog een vader wonen en nog een aantal broers. Daar heb ik nog wat dingen mee te bespreken. Gebeurt allemaal niet. Hij is al 9 jaar onderkoning. Het was een fluitje van een cent om iemand even naar Kanaan te sturen met het bericht, Jozef leeft. Niet van het alles. 22 jaar is hij al weg. Ik denk wel eens, God doet heel veel dingen op het uiterste. Dat zie je bij Abraham ook. 25 jaar nadat hij uit Ur, uit Haran vertrokken is, krijgt hij pas de zoon van de belofte. En ziet hij het pas werkelijkheid worden wat God beloofd heeft. Of neem Mozes, dat Mozes 40 dagen weg gaat op de berg bij God is. De traditie zegt zelfs in de hemel is en daar onderwezen wordt. En dan komt hij terug, niet op de 30ste dag, omdat het allemaal wat vlugger ging. Niet op de 35ste dag, maar op de 40ste dag in de namiddag. Dan staat hij ineens op de flanken van de Sinaï. Terwijl Israël inmiddels al bezig is met de dans rond het gouden kalf. En Jezus? Als Herodes, de zoon van Esau, op de troon in Jeruzalem zit, dan gaat de engel Gabriël naar de aarde. En dan zal de engel Gabriël zeggen, nee, deze zal koning zijn over Israël tot in eeuwigheid. Op het uiterste. Na 2000 jaar. En waarom? Het Nieuwe Testament zegt, Paulus zegt, eerst de wereld. Eerst de volheid van de heidenen. En dan pas zal de verlosser uit Sion komen. De Heer Jezus zegt, dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden onder alle volken in de gehele wereld. En pas dan zal het einde komen. Dan zal God de gedeeltelijke verblinding van zijn volk opheffen. Dan zal hij de sluier van zijn bruid optillen. Er is beweging.
De kinderen van Israël keren terug. Maar God wacht nog. God wacht. Hij is het niet vergeten. Jozef is zijn broers niet vergeten. Hij heeft zijn broers ook niet uit zijn leven geschrapt. Hij kent ze. Maar God wil niet dat iemand verloren gaat. Eerst moeten staan en heel de wereld kwam naar Jozef toe om brood te kopen. Dus een van de, hoofdstuk 45 is een van de aangrijpendste gebeurtenissen. Een van de hoogtepunten in de Bijbel als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Een paar woorden maar. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Zoveel lijden is er geweest. Zoveel jaloezie, zoveel onbegrip, zoveel disharmonie. Het heeft zo lang geduurd, 22 jaar lang, als de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, als Psalm 22, mijn God, waarom? Wat zal dat er gebeuren zijn? Als Jezus zich bekend maakt aan zijn broers, aan de kinderen van Israël. Paulus roept het uit als hun verwerping van Jezus, niet hun verwerping door Jezus zoals sommige vertalers dat doen, heb je er geen klap van begrepen. Nee, als hun verwerping van Jezus het heil voor de wereld betekend heeft, dan is dit moment als de opstanding der doden. God zelf zal dat moment geven. Zacharia 12 zegt het zo. In de benauwdheid zal God de geest der genade en der gebeden uitstorten en dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen op hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen een rouwklacht over hem aanheffen als over een enige geboren zoon. Ingrijpend. Ingrijpend in de eerste plaats voor Jozef zelf. Wat me opvalt is dat Jozef voortdurend in tranen uitbreekt. Tot 5 keer toe staat het er wel. Dat Jozef weent. De tranen van de Messias. Wat zal het ingrijpend zijn voor de Heere Jezus zelf? Als hij daar zal komen, als zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg. En als niemand erbij is, alleen Israël. En hij zal zich bekend maken aan zijn broeders en zusters. Hij zal, de schellen zullen van hun ogen afvallen. De tranen van de Messias. Hier valt Jozef zijn broers wenend om de hals. En hij riep, laat alle van me weggaan. Het paleis is leeg. Er is geen Egyptenaar meer bij. Er is niemand van ons meer bij, om het zomaar te zeggen. Hij en zijn volk. De Egyptenaren en Farao horen het geween van Jozef van een afstand. En ik zeg het wel vaker. Mensen maken zich soms heel zenuwachtig, want die denken, oh, ze moeten geloven voordat het zover is. En als ze niet geloven, want als ze niet geloven, dan gaan ze voor eeuwig verloren. En dan zouden ze het liefst met z'n allen naar Israël gaan en daar malingen hebben aan wat de Joden er zelf van vinden. En daar het evangelie gaan brengen op hoop en vrezen. Het komt op Gods tijd. Op Gods tijd. Er is niemand bij. De kerk is er niet bij, zoals we die noemen. De kerk is er zeker niet bij om te vertellen dat zij het al lang wist. En dat zij het zo vaak heeft willen vertellen, maar dat die broers maar niet wilden luisteren. Dit is het moment van de Messias. En dit is het moment van Israël. En wij staan daar buiten. Wij staan buiten. Misschien wel als een tijd van nu, dat er geen buitenlander meer bij is in Jeruzalem, dat dan de Messias komen zal. Maar het is niet minder aangrijpend voor de broers zelf. Niet alleen voor Jozef. Jozef pakt zo'n moment. Hij laat het ook niet door de Egyptenaars zeggen. Het is niet zo dat wij de Heer Jezus voor de voeten moeten gaan lopen. Hij doet het zelf. En die broers staan aan de grond genageld. Hij is het dus. Zijn dromen zijn uitgekomen. Wij knielen voor hem, maar wat zal hij doen? Zal hij het ons betaald zetten? En Benjamin weende aan zijn hals. Prachtig. We lezen dat in hoofdstuk 45 inmiddels. Ik zit nog met 43, zie ik wel. In 45 vers 14 en 15. Toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en weende.
En Benjamin weende aan zijn hals en hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn broers met hem. Pas op het moment dat hij zijn liefde toont en dat de tranen over zijn wangen stromen en hij Juda en Issachar en Simeon en Benjamin allemaal wenend omhelst, dan gaat hun mond open. Door de liefde van hun broer. En niet door het overtuigend bewijs van de Egyptenaren nogmaals. En we zullen ons vanavond ook moeten afvragen, wat is de weg naar die onthulling toe? Jozef werkte bewust naartoe. Hij heeft ze eerst bits aangesproken. Hij heeft nog steeds niet zichzelf bekendgemaakt. Hij is aan een grote maaltijd gezet, terwijl hij niet zei wie die was. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn zilveren beker verborgen is in de zak van Benjamin. De zilveren beker, het symbool van zijn leven. Zoals dat bij ons ook nog steeds zo is. Tenminste soms. Ik weet dat toen ik bij de marine werkte, bij de onderzeedienst, en Rachel, onze oudste dochter, geboren werd, dat ik ook van de marine een zilveren beker krijg die we met haar huwelijk hebben meegegeven. Die nu ergens, denk ik, in een mooie kast in haar huis staat. Het teken van haar leven. Alsof Jozef wil laten doorschemeren wat hij al eerder zei in de gevangenis tegen de schenker en de bakker. Gestolen ben ik uit het land der Hebreeën. Jullie hebben mijn leven gestolen. Het tweede. Benjamin wordt ingehaald. Als ze daar voor Jozef staan met die beker, met de soldaten. Hij wordt meegenomen en door die soldaten en de anderen gaan dan mee. En dan merk je. En ik denk dat Juda dat, of dat Jozef dat ook heeft willen uittesten. Dan merk je dat de reactie van Juda in de loop der jaren anders geworden is. Anders in ieder geval dan zoals Juda met hem omging. Niet meer rauw en egoïstisch. Hij zegt niet, nou dan moet dat lievertje van zijn vader. Dat is er nog zo een van tante Rachel. Dan moet hij maar zien wat er van komt. Dan moet hij zichzelf maar redden. Weet ik hoe die beker erin komt. Nee, Juda stapt naar voren. Hij gaat tegen Jozef aanstaan. En de Joodse traditie zegt, hij gaat zo dicht tegen Jozef aanstaan dat er geen ruimte meer voor lucht is tussen hen beiden. En hij zegt, dit is een zoon van wie mijn vader zielsveel houdt. En als we zonder hem thuiskomen, zullen we het grijze haar van mijn vader met verdriet in het dodenrijk zien afdelen. En dan sterft hij. Ik sta borg voor hem. Neem mij dan. Zo dicht. En dan kan Jozef zich niet langer meer bedwingen. Je kunt proberen om dat profetisch te duiden. Wie is die Benjamin dan in deze geschiedenis? Profetisch. Die het dichtst bij Jozef staat. Die het meest van Jozef heeft. Het meest op Jozef lijkt. De Joodse traditie zegt, Benjamin had het al veel eerder door. Had het als eerste door dat het Jozef was. Zou het misschien de christenjoden kunnen zijn? Dat je moet zeggen dat als Juda, als het Joodse volk, zo naast die eigen broeders en zusters gaat staan, die in de Heer Jezus geloven, die iets met Jezus hebben, dat als ze elkaar om, als het ware, de hand vasthouden en elkaar niet loslaten, dat dan de Messias in de hemel zou komen. Is dat het moment gekomen dat Jozef zich niet, dat Jezus zich niet langer kan bedwingen? En dan moeten we ons goed bewust zijn als we daarbij staan. Dat we niet te vlug de schuld aan Juda geven. Want wij hebben de zaak natuurlijk niet gepromoot. Laten we wel zijn. We hebben in de kerkgeschiedenis, ja niet persoonlijk, maar wel in onze traditie, hebben we altijd gezegd, als je in Jezus gelooft kun je geen Jood meer zijn. Als je in Jezus gelooft, dan kun je niet meer besnijden. Dan hoef je niet meer koosje te eten. Dan hoef je de Sabbat niet meer te houden. En als Joden dat dan overnamen door evangelisatie van Amerikanen of van Europeanen die er zo over dachten. Die bij zichzelf dachten, ach ze dragen wel een keppeltje, maar dat slijt er wel van af. Dat verliezen ze op een gegeven moment wel. Ja, dan moeten wij ook, dan zie je ook dat schuren als het ware door ons versterkt is. Maar zou dat het zijn als ze elkaar in de ogen kijken en zeiden we zijn samen broeders en zusters van één volk, broers van de Messias, hoe dan ook,
dat dan de Messias komen zal? Is het dat? Andere mensen zeggen nee. Benjamin is de enige zoon van Jacob die in het land zelf geboren is. Zou dat het zijn? Dat de Messias zich onthult aan zijn broers op het moment dat er weer Joden in het land zelf geboren zullen worden. Nieuwe generatie. Weer anderen zeggen nee. Benjamin, dat betekent zoon van mijn rechterhand. Ook wel zoon van het laatste der dagen. Jozef is de zevende zoon van Rachel en Lea, als je zo rekent. De zevende zoon. En Benjamin is de achtste. En acht, dat weet u, dat is een bekend getal in de Bijbel. Acht, dan kom je... De symbolische waarde van acht is dat je over het bereik van deze week heen komt. Boven het bereik van het aardse. Daarom, van het menselijke, daarom worden kinderen ook op de achtste dag besneden. Dat is een van de redenen daarvoor. Acht heeft ook verwantschap, het Hebreeuwse woordje shmone, met shmayim, met de hemel, met shemen, olie. Wat weer te maken heeft met de Heilige Geest. Acht, dat is een getal wat ons brengt bij het bereik van de eeuwige. Zoals 50 dat ook heeft. 7 x 7, dan wordt het Pinksteren. 7 x 7, de zoon van Noem. 50, Jozua, die brengt het volk het beloofde land in. Met andere woorden, de Messias, de zoon van Jozef, zal zich bekendmaken als hij in de gestalte gekomen is van de zoon van het laatste der dagen. Benjamin heeft natuurlijk ook wel iets van de Heer Jezus. Hij is niet voor niets, niet alleen zoon van Gods rechterhand, maar hij is ook, Jezus ook Benoni, zoon van smarten. De Heer Jezus die ook bij Bethlehem geboren wordt, net zoals Benjamin. En Bethlehem, om dat er dan ook maar weer bij te zeggen, wat als getalswaarde de optelsom van de letters 490 heeft, 7 x 7, maar dan... Dat is misschien de boodschap. Dat Jozef de leidende en de verhoogde Messias is. Dat hij het lam is. En dat hij zich zal openbaren in de gestalte van de Messias van de eindtijd. In de gestalte van de leeuw. In de Joodse traditie is de gedachte ook wijdverbreid dat de Messias zal komen als de tempel herbouwd is. En waar halen ze dat vandaan? Omdat op het grondgebied van Benjamin de eerste tempel gebouwd is. Goed. En wat zegt Jozef dan tegen zijn verbouwereerde en verschrikte broers? Hij zegt niet, jullie hadden het kunnen weten. Hij zegt ook niet, nou ja, dan zal ik het jullie betaald hebben. Uiteindelijk gebeurt er dan toch gerechtigheid. Nee, hij zegt iets heel anders. Hij zegt, wees niet zo verdrietig. Kom toch dichterbij. Wees niet zo ontsteld. Om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Om u in het leven te behouden, een groot volk als het nu inmiddels geworden is, heeft God mij voor u uitgezonden. Ja. Het is vreemd en wonderlijk gegaan met Israël. En ik heb de vorige keer gezegd, met onszelf soms ook. Als een koord wat de geschiedenis inloopt. En je kunt de verschillende draden waar dat koord uit bestaat niet ontrafelen. Waar is God? Waar is Jozef? Welke rol heeft hij gespeeld? Wat is de rol van jezelf? Wat is de rol van de broers met hun haat en met hun jaloezie? Waar is de schuld misschien van vader Jacob die hem zomaar die prachtige jas gaf? Maar goed, de hoofdlijn in dat koord is toch dat God erin zal voorzien. Niet alleen voor Jozef. En omwille van Jozef, dat zou je nog wel voor kunnen stellen, maar ook omwille van Juda en de broers, de zondaars, om die in het leven te behouden. En dan komen we heel dicht bij de persoon van de Heer Jezus. Waarom overgeleverd in de handen van zondaren, van de ene in de andere hand, waarvoor? Waarom in de gevangenis aan het kruis? Om zijn broers en al die anderen duizenden jaren later in het leven te behouden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. Om uit te kunnen roepen en dan als de verlosser uit Sion zal komen, dan zal geheel Israël zalig worden. We lopen naar het einde toe. Ik kan niet heel de geschiedenis nog uitgebreid behandelen met alle zegeningen die vader Jacob straks zal geven aan zijn zoon. Ik zal er een paar dingen nog uithalen.
Als Jozef zijn broers naar huis stuurt, geeft hij hen geschenken mee. Een stel nieuwe kleren. En Benjamin zelfs 5 nieuwe pakken. En 300 zilverstukken. 10 keer zoveel als waarvoor die verkocht is. Alsof Jozef wil zeggen, ik bekleed jullie nieuw. Ik bekleed jullie met nieuwe gewaden. Ik maak jullie leven nieuw. En alsof hij wil zeggen, het leven met mij brengt 10 keer zoveel op als het leven zonder mij. En dat is met Jezus ook zo. Jezus bekleedt ons met een nieuw leven. En het leven met hem brengt zoveel meer op dan zonder hem. Zo trekken de zonen van Jacob naar hun vader. Beladen met geschenken uit Egypte, met wagens van de farao, met extra lastdieren, met brood en koren en voedsel. En Jozef zelf doet een uitgeleide met de snedige opmerking. Maak geen ruzie onderweg, hè jongens. Als de waarheid tot de oude Jacob doordringt, leeft zijn geest op. En volgens de Targum roept hij uit, de Heer heeft vele goede dingen voor mij gedaan. Hij verloste mij uit de hand van Esau en uit de handen van Laban en uit de handen van de Kanaanieten die mij vervolgden. En ik heb vele vertroostingen gezien en ook verwacht, maar dit verwachtte ik niet, dat mijn zoon Jozef nog in leven was. Ik zal hem dan gaan zien eer ik zal sterven. Bij die passage moet ik altijd weer denken aan die oude Simeon weer. Hè? En zoals we dat ook in een berijming van de lofzang hebben. Nu laat gij Heer uw knecht, uw dienstknecht gaan in vrede. Nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn beden. En de farao zei tegen Jacob, kom hierheen. Je moet het niet erg vinden om heel je huisraad achter te laten. Hier zal ik je alles geven. Hoofdstuk 45 vers 20. Hier zal ik je alles geven. Laat maar achter. Nou, aparte opmerking. Zeker als je beseft dat Jacob dat heus wel gewend was om voortdurend dingen op te pakken en te verhuizen als herder. En dat hij dat straks ook doet. Er staat, toen brak Jacob op met alles wat hij had. En toch staat het er in de Bijbel. Die opmerking. Je moet het niet erg vinden om je huisraad achter je te laten. Hier zal ik je alles geven. Het is niet erg om dingen achter te laten die misschien heel vertrouwd voor je waren als je bij Jozef gaat wonen. Hij zorgt voor alles. En je zou kunnen zeggen, wat moet Israël dan achterlaten in de toekomende eeuw? Maar misschien moeten we gewoon dichter bij onszelf blijven. Wat zullen wij achterlaten als het koninkrijk van God komt en wij daar zullen wonen? Misschien allerlei kerkelijke tradities, dingen waar we nu aan vasthouden, zullen er dan niet meer zijn. Geeft niet. Het zal dan volkomen zijn. En wat leeg is, wat geen waarde heeft, zal niet meegenomen hoeven worden. De stam lezen we van Juda zal de eerste zijn. Juda wordt vooruitgestuurd voor de andere stammen, voor de andere zonen van Jacob, om Jozef als eerste tegemoet te gaan. En dat zie je vandaag de dag natuurlijk ook. Zij zijn als het ware de voorlopers, de wegbereiders, de Joden, die komen het eerst, maar inmiddels komen de anderen erachteraan, ook de andere stammen. We zien steeds meer kinderen van Jacob komen uit Ethiopië, uit India, uit China, uit Zuid-Amerika. Al die stammen die wij niet kunnen onderscheiden, maar de Heere wel, die in de vergetelheid geraakt zijn, die verborgen zijn onder de volkeren. Ik heb zelfs een vriend, een rabbijn, die naar Afghanistan en Pakistan reist, omdat daar verborgen stammen van Joden zijn. Allerlei gebruiken worden daardoor mensen nog in ere gehouden die terug te voeren zijn op de gebruiken die God aan Israël geboden heeft. Juda gaat voorop, maar de anderen komen. En dan is het onverwachte moment aangebroken. Jozef spant zijn wagen in en rijdt naar Goshen, zijn vader Israël tegemoet. Wat voor de ontmoeting van Jozef en zijn broers geldt, moet ook hier gezegd worden. Het moment is eigenlijk niet met woorden te vatten. De Bijbel vertelt, toen hij hem ontmoette, viel hij hem om de hals en weende geruime tijd aan zijn hals. En toen zeide Israël tot Jozef, nu kan ik sterven, nadat ik uw aangezicht gezien heb, omdat gij nog
leeft. Jacob zal er nog jaren wonen in Egypte en zal genieten van de aanwezigheid en nabijheid van Jozef en ook van zijn kleinkinderen, van Manasse en Ephraim. Maar op een gegeven moment komt voor hem ook de tijd dat hij verzameld zal worden tot zijn vaderen. En dan gaat Jozef zijn zonen zegenen. De bekende zegen is natuurlijk de zegen voor Juda, maar ook de zegen voor Jozef. Hij noemt hem de uitverkorene onder zijn broeders. En dan lezen we, als Jacob de zegen aan Jozef geeft, dat hij hem iets extra's geeft. Hoofdstuk 48, vers 22. Hij zegt, ik geef u boven uw broeders een bergrug, die ik met mijn zwaard en met mijn boog aan de Amorieten ontrukt heb. Hoofdstuk 48, vers 22. Ik geef je een bergrug extra erbij. En dat woordje is Shechem. Ik geef je Sichem. Het deel wat Jozef ontvangt blijkt volgens de Bijbel Sichem te zijn. Daar worden uiteindelijk ook zijn beenderen begraven. Zo lezen we dat aan het einde van het boek Jozua. Hiermee geeft de vader Jacob zijn zoon op zijn sterfbed een uitzonderlijk cadeau. Want was Sichem niet de plaats waar Simeon en Levi een smet laden op de familie van Israël, werd Jozef daar niet verkocht? Werd in dit oord, in de geschiedenis van Israël, niet de breuk zichtbaar, de scheuring in het rijk tussen de Jozefstammen, de Noordstammen en de Juda-stammen, zeg maar. En toch, Sichem is ook de plaats waar Abraham en Jacob uit Mesopotamië als eerste aankomen voordat ze het beloofde land ingaan. Het is een stad van wanhoop en een stad van hoop, van opgang en ondergang. Dat is daar bij elkaar verbonden, bij die plek. En dat wordt het doel van Jozef, het deel van Jozef. Daar zal ook zijn graf zijn. Opmerkelijk in dit verband is natuurlijk de ontmoeting van de Heer Jezus bij Sichem, bij Sichar, hoe het in die tijd genoemd wordt, met de Samaritaanse vrouw. Een aantal aspecten van de geschiedenis van Jozef komen in Johannes 4 terug. De ontmoeting, zoals ik al zei, vindt plaats bij het veld van Jozef. Jozef ziet er als het ware op uit. Er sprake van een put, van velden die vol staan met koren en die wit zijn om te oogsten. Er is sprake van dat er geen brood is. Er is zelfs sprake van een onverwachte onthulling als Jezus zich als Messias bekend maakt en tegen de vrouw zegt, ik ben het die met u spreek. Het is als Jezus op dit erfdeel van Jozef duidelijk maakt, meer als Jozef is hier. Ik ben op een veel diepere wijze dan hij ooit was, de redder van Israël en de heiland van de wereld. Misschien moet je zelfs zeggen dat die vrouw bij de put, die nu samenleeft met een man die haar man niet is, lijkt op Tamar. Ik heb eens meer gezegd, wij hebben die vrouw vaak versleten als een soort sloerie die aan haar vijfde samenleven bezig was. Maar het was in die tijd helemaal niet zo eenvoudig. Een vrouw kon ook niet zo gemakkelijk echt scheiden, zeg maar. Het ligt veel meer voor de hand dat die vrouw getekend is door wat ze met het leven heeft meegemaakt. Dat ze al vier mannen heeft gehad die gestorven zijn. En dat ze net als Tamar uit de geschiedenis van Jozef woont bij een man die haar man niet is, maar haar vader. Zo is Tamar ook ingetrokken bij het huis van haar vader. En dat als Jezus zijn vinger legt bij de wond van haar leven, dat ze dan openbreekt, zoals we zien in deze geschiedenis. Enfin. Dan in het laatste hoofdstuk, als vader Jacob gestorven is, dan zien we toch dat de broers het allemaal niet zo vertrouwen. Is Jozef werkelijk wel degene die zich zo heeft uitgegeven? Is hij werkelijk wel zo goed voor hen? Heeft hij het niet gespeeld zolang vader Jacob leefde? En met een smoesje of met een voorzichtig stuur zijn boodschapper om de stemming in het paleis te peilen, die dan moet zeggen dat Jacob tegen zijn broers heeft gezegd dat Jozef toch vooral zijn broers moet sparen als hij overleden is. En dan zie je dat Jozef weent als men zo tot hem spreekt. Jozef weent als ze niet begrijpen welke liefde hij voor hen heeft. Ik werd pas getroffen door een tekst, misschien in een ander verband, uit
een van de Johannesbrieven, 1 Johannes 4, vers 16. Waar staat dat wij de liefde die God voor ons heeft onderkend te hebben en vertrouwd hebben. God heeft zo'n geweldige liefde voor ons. En hij vraagt ons niet die liefde te verdienen door ellende, kennis, door geloof, door weet ik wat. Hij vraagt ons om die liefde te aanvaarden, die te onderkennen, die te begrijpen, die te zien. En ik denk dat God inderdaad, dat we God kwetsen als we op een of andere manier weer wat bedenken. Misschien heel vroom, waardoor we die liefde van God niet tot ons laten komen. En zo is het bij de broers van Jozef ook. Hij zegt niet, goed, we praten er niet meer over vroeger. Ik wil die bladzijde zo vlug mogelijk vergeten. Echte vrienden zullen we nooit worden. En het is dat we familie zijn, maar dat is het dan ook. Schiet maar op. Hij weende toen hij merkte dat zijn broers niet konden geloven in zijn liefde. En dan zegt hij een paar woorden die prachtig zijn. En daarmee wil ik voorlopig dit hoofdstuk afsluiten. Hij zegt twee dingen, maar Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats. En dan gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen zoals heden het geval is. Twee prachtige zinnen. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. God maakt het kwade goed. Die niet de eerste plaats dat hij ons wil straffen voor het kwade, maar het kwade waar we onszelf soms in bevinden, dat kan hij zo hanteren dat daar zelfs het goede uitkomt. Dat zien we natuurlijk ook in de relatie tussen ons en tussen Israël. Dat de gedeeltelijke verharding van Israël heeft uitgewerkt tot het leven voor de wereld. Maar dat is eigenlijk niet eens de zin waar ik alle nadruk op zou willen leggen. Dat is die eerste zin. Vrees niet, want ben ik in Gods plaats. En die zin komt nog één keer in de Bijbel voor. Nog één keer in de Bijbel. En op een hele bijzondere plek. Die komt in de Bijbel voor in de situatie van Rachel, de moeder van Jozef. Als Rachel geen kinderen kan krijgen, en Lea wel, Lea heeft er al 4, dan loopt ze radeloos naar Jacob toe en ze schreeuwt hem toe, geef me kinderen, anders sterf ik liever. En dan roept Jacob verbijsterd uit, ben ik in Gods plaats. En dat is wat Jozef hier zegt. 40 jaar later staat hier de zoon van Rachel in zijn paleis, in zijn rijkdom. Als redder van de wereld, als redder van zijn volk. En alle zonen van Lea knielen voor hem. Zo kan het dus lopen. Als je dicht bij God bent. En zo sluit Genesis zich af. En Jozef stierf 110 jaar oud. En men balsemde hem. En hij werd in een kist gelegd in Egypte. Bijzonder eigenlijk. Het begint Genesis, de ouverture van de Bijbel, met er zij licht en in het licht was het leven. En de mensen die worden geschapen en het eindigt met een doodskist. Maar goed dat het daar niet helemaal mee eindigt. Want we gaan naar de Exodus en dan zien we dat op een ander niveau de geschiedenis zich doorzet. En dan komen we daar weer Jozef en Juda tegen. Jozef en Juda. Jozef het beeld van de leidende Messias en Juda het beeld van de overwinnende Messias. De lam en de leeuw. We zien ze samenlopen bij Jozua uit Efraïm en Caleb uit de zonen van Juda. Zij zijn de twee verspieders die gaan staan op de belofte van God en die zeggen, ook al is het politieke klimaat misschien niet zo geweldig, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat God beloofd heeft. Daar moeten we van uitgaan. Dat is de koers waarop we moeten varen. En dan zie je dat de rest dat niet in dankbaarheid afneemt, maar zij zijn de enigen die het land binnengaan. Jozua ben Nun en Caleb, de zoon van Jefunne. En dan zie je dat Jozua weer voorop gaat uit Jozef, uit de stam van Jozef. Hij opent als het ware de deuren van Kanaan en Caleb de leeuw, die haalt de angel eruit. Want waar waren ze zo bang voor? Voor de Enakiet uit Hebron. En het is Caleb die Hebron gaat veroveren, ook al is hij al bejaard. En dan gaat het zo verder. Onder David zijn ze één, Jozef, stammen en Juda. En dan komt er na Salomo onder Rechabeam weer de breuk.
de breuk. En waar? Bij Sichem weer, waar Jozef verkocht is. En het zal niet langer duren of de twee benauwen elkaar, voeren oorlog met elkaar. En in 722, dan worden de 10 stammen, een groot gedeelte van de 10 stammen, die worden gedeporteerd naar Perzië, naar Elam, worden verstrooid onder de volkeren. Jozef gaat weer weg, zeg maar. En Juda blijft achter, hoewel, het duurt maar even, hoewel, even, anderhalve eeuw. Of Juda gaat ook weg. Maar de beloften zijn er dat ze terug zullen komen. En Juda keert terug en later gaat hij weer weg. En Jozef, de Jozefstammen, altijd blijft God ze in herinnering houden. Ik moet vaak denken aan Jeremia 31, wat gesproken is op de rand van de Babylonische ballingschap van Juda. En dan heeft God het over Efraïm, over de zoon van Jozef. Is Efraïm niet een Benjakir, een lievelingskind? Dat ik gedurig, als ik over hem spreek, ik blijf maar aan hem denken. Ik zal mij zeker over mij ontfermen. En als Jeremia 31 in datzelfde hoofdstuk God belooft dat hij een nieuw verbond zal maken en geven aan zijn volk, dan zegt hij, ik zal in die dagen een nieuw verbond maken met Juda en met Israël. En dat zijn de 10 stammen. Het komt goed. God zal alle stammen uit de vervreemding terugbrengen. Die van Jozef en die van Juda. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze zullen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te regeren. Die zullen er dus zijn. En de profeten beloven dat aan het eind der tijden de vijandschap tussen Juda en tussen Efraïm, tussen Juda en Jozef voorbij zal zijn. En dat is wat we nu meemaken. Juda woont in Judea, zeg maar, dat is het zoongebied van Judea. En Jozef is Efraïm en Manasse, dat is Samaria. Dat is voor de wereld natuurlijk een groot struikelblok voor de vrede. Je komt het bijna elke dag tegen op de tv of in de krant. He, dat zijn de fanatiekelingen. Maar het zijn de afstammelingen van Juda en Efraïm, die samen een eenheid vormen, zoals de Jesaja 11 dat beloofd heeft. En ik geloof dat die eenheid die we nu zien in Judea en Samaria meer is dan iets wat de profeten beloofd hebben. Maar dat dat ook een voorbode is van de komst van de Messias. Die zowel de zoon van Juda is als de zoon van Jozef. Die zowel de leeuw is als het lam. Ik dank u voor uw aandacht. We zullen samen danken. Heer God in de hemel, we wil u danken voor de toekomst die u geeft. Dat u uw volk terugbrengt. De stammen van Israël, de stammen van Juda, de stammen van Jozef. En dat ze daar nu leven in eenheid met elkaar. Orthodoxe Joden. Vrome Joden die u lief hebben, die u dienen, die u hoog achten in afwachting van de Messias die komen zal. En we danken u ook dat wij dat meemaken. Dat we in een tijd leven waarin grote dingen gebeuren. Mensen hebben het altijd maar over corona, maar ja, dat is er dan wel. Zoals er wel meer plagen in de geschiedenis geweest zijn, maar veel belangrijker dan dat is om te zien wat u aan het doen bent. Hoe u de kinderen van Israël thuis brengt, hoe u Jeruzalem weer maakt, weer op de kaart zet, weer maakt tot een lof op aarde. En hoe u de woestijn laat bloeien als een roos en hoe u in vervulling laat gaan dat Israël de wereld met haar vruchten zal vervullen. En zo weten we ook dat uw Messias spoedig zal komen en wij verwachten uw Zoon. Wilt u ons een goede houding geven waarin we, dat heb ik vanavond ook gezegd en ik zeg het ook tegen mezelf, waarin we niet het vertrouwen stellen op onze goede werken, niet het vertrouwen stellen op ons discipelschap, niet ons vertrouwen stellen op hoe we spijt hebben van onze zonden, dat we ons vertrouwen niet stellen op ons eigen geloof, maar dat we ons vertrouwen stellen op uw woord en op uw liefde en op uw trouw. Zo willen we afscheid nemen van deze geschiedenis voorlopig, want hij blijft doorspreken, die zich afspeelde 3700 jaar geleden, maar die nog steeds actueel is. En we danken u dat uw woord het levende woord is, om Jezus wil. Amen. Al 40 jaar importeert het Israël Productencentrum kwaliteitsproducten uit het beloofde land. Met twee doelen: tot zegen zijn voor Israël en Nederland laten kennismaken met al het moois dat Israël te bieden heeft. Onze grootste ambassadeurs zijn de Israël-consulenten,
Inmiddels hebben we ruim 200 vrijwilligers in het hele land die ons helpen om de Israël-producten te verkopen. Maar we zoeken nog meer consulenten. Israël-consulenten verkopen de producten vanuit hun eigen huis. Dat doen ze op verschillende manieren. Dat kan bij spreekbeurten zijn, bij concerten, braderieën. Sommigen geven ook wijnproeverijen of kookworkshops. En zo bouwen ze hun eigen klantenkring op in hun eigen omgeving. Maar deze dingen gaan nu eventjes niet, want het is coronatijd. Juist nu is ons werk van extra belang. De economie in Israël heeft zwaar te lijden door de coronacrisis. Veel mensen worden ontslagen en kleine bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Tel daar nog eens bij op dat veel mensen Israël willen boycotten en dan besef je dat hulp echt nodig is. Die evenementen die gaan natuurlijk nu niet, maar er zijn echt heel veel mogelijkheden om de Israël-producten toch te promoten. Je kunt bijvoorbeeld je e-mailbestand een mailtje sturen, mensen persoonlijk benaderen door hen een folder te geven of even te bellen. En het kan ook via Facebook of via WhatsApp. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Ben jij nou ook zo'n enthousiaste Israël-vriend en lijkt het je leuk om deze producten ook vanuit huis te verkopen? Aarzel dan niet. Stuur mij een mailtje, dan neem ik contact met jou op.